Een nieuw vrijwilligersteam is zaterdag gestart bij de Sint-Antoniusmolen in Kessel. Het team bestaat uit 9 vrijwilligers en zorgt ervoor dat de molen draait bij rondleidingen. En ze zorgen ook voor het onderhoud. Wat ook mooi is, dat we het, in elk geval we weer op een eikpunt stonden, op een keerpunt eigenlijk. Over deze molen woont een grote groep vrijwilligers die zich willen gaan inzetten om deze molen draaien te houden. Daar zien we zeer erkentelijk voor als de gemeente Pelemaas. En we hopen dan ook dat in het jaar van UNESCO, van de molenaar, dat het in elk geval lukt om die molen weer zo in de belangstelling te brengen dat ook veel mensen ook in Kessel, maar ook in Pelemaas en in wijde omgeving het nut zien van dit soort molens. Het is toch een stukje cultuur, erfgoed van heel veel jaren heen. Heel veel succes de komende jaren en we gaan ons vast nog dikker zien. Het vrijwilligersteam streeft ernaar om minimaal 1 keer per maand open te zijn. De molen is open als er wind staat en een gediplomeerd molenaar aanwezig is. Met de vlag in top werd meegedaan aan de landelijke recordpoging om zoveel mogelijk draaivaardige molens in Nederland tegelijk te laten draaien. De molen in Kessel had ruim 1800 omwentelingen zaterdag. Ook de watermolen in Balo was geopend en draaide volop. Geen draaiende molen in Bezel, maar bij de Grauwe Beer draaide een dieselmotor van ruim 90 jaar oud. Dezelfde leeftijd als de persoon die de motor hier bediende. Aanleiding van de recordpoging was dat het Gilde van Vrijwillige Molenaars in 2022 50 jaar bestaat. In totaal draaiden 800 molens tegelijk.